Hi mensen, vandaag, nu zit ik even op de fiets. Vandaag, wat een vandaag. Ik zit nu op de fiets. Ik weet echt niet of dit werkt met de wind. Werkt dit? Vast wel. Hé, de wind kan van... Ik fiets met zonder handen. Want kijk, in de ene hand heb ik mijn camera. Omdat ik het kan. Ik kan dat. Dat is stoer, hè? Oké, goed. Vandaag moest ik om 5 uur opstaan. Ik moest naar Talpa. Wauw, ik denk dat er echt heel veel wind is. Maar dat doet zo. Maar ja, goed. Dan zei je maar, het is dan maar eventjes ook. Ik ging vandaag naar Talpa. Om 5 uur 's ochtends. Stil even auto, stil. En wind, stoppen. Ik ga ook eventjes hier de bocht op. In ieder geval Talpa. Toen moest ik iets opnemen voor de Voice of Holland alweer. Wat ga je doen bij de Voice of Holland, Thomas? Ik ga backstage reporten. Net als vorig seizoen. Toen was ik ook de backstage reporter bij de Voice of Holland. Dat ga ik nu weer doen. Ik fiets nog steeds met zonder handen trouwens. Voor als je het afvroeg. Als je het niet afvroeg, dan. Dan boeit het je waarschijnlijk niet zo heel. Voice of Holland. Backstage reporter ga ik doen. Vandaag moest ik alweer wat opnemen. Eerste dingetjes, promo dingen. Lachen. Maar 5 uur is wel heel vroeg. Dat is niet, daar wil ik geen gewoonte van maken. In ieder geval daarna was ik nog naar Utrecht gegaan. Was heel gezellig. Utrecht, altijd leuk. Samen met iemand. Was hartstikke leuk. We hebben het heel erg naar ons zin gehad. En nu is het alweer tijd om naar huis te gaan. Vandaar dat ik aan het fietsen ben. Mijn vlogs komen steeds later online, heb ik het idee. Het is een beetje de bedoeling dat het dagelijks wordt steeds in de avond. Maar dat komt omdat mijn leven wordt nu weer een beetje weer drukker. Omdat natuurlijk de Voice en de Voice of Holland komt er weer aan. Dus daar ga ik allemaal mee bezig zijn, druk. Maar ik blijf gewoon lekker doorgaan. Maar er komen ze wel wat later. Ik hoop dat je daarmee kunnen leven. Dit is echt ghetto hier trouwens weer. Ik moet ook even... Oké. Ik ben helemaal weer ademnood dingen. Dat is lol rot. Goed. Heb ik iets gezegd? Ja. Talpa, Voice of Holland. Vier reporten. Dat moeten jullie allemaal even gaan checken. Als het straks weer online komt, zou ik leuk vinden. Als jullie me daar ook weer gaan volgen. Maar dat laat ik jullie allemaal nog weten. Want zoals jullie weten, dagelijkse vlog. Het is donker hier. Maar... Ja, daar ben ik weer. Hi mensen, daar ga ik weer. Ach, weer donker. Goedenavond mensen. Daar waren mensen aan het schermen, denk ik. Schermen, zwaard. Dat is pas een sport, hè. Schermen, dat is echt oldschool. Schaken is een sport. Schermen is geen sport. Schaken, dat is een echte sport. Waarom is het hier zo donker? Schaken, man. Dat is een echt mannensport gewoon. Schaken. Ik weet niet waar dit heen gaat, deze vlog. Ik ga stoppen. Wacht, er komt een fietser aan. Een auto. Oh, die gaat hierheen. Lachen. Bijna een ongeluk. Dat was lelijk. Ik ging ook een beetje aan de verkeerde kant van de weg rijden. Want ik kan niet twee dingen tegelijk. Ik ben een man. Schaken is een man. Goed. Ik heb het idee. Het ging helemaal Oké, fietser achter mij. Lachen. Oké. Ik ga stoppen. Ik ga naar huis fietsen verder. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Goedenavond. Zie ik jullie morgen weer met een nieuwe vlog. En dan... ik heb geen idee of je iets van kunnen horen dingen. Want het is... Ik ben echt moe mensen. Vandaar even... Laten we dat... Ik moet stoppen. Het is tijd. In ieder geval... Ik ben heel erg moe. Dus vandaag ging het eventjes naar een andere hand. Vandaag was het eventjes weer nergens over. Maar morgen ben ik uitgeslapen. Morgen wordt een boeiende dag. Ik neem jullie morgen weer mee. Ik hoop dat jullie morgen weer kijken. En tot morgen. Bedankt voor het kijken. Doei.